Dan gaan we beginnen met de analyse van de trainer van onze tegenstander, Alf van Schoenendijk. Dankjewel. Nou, het is allereerst wel weer leuk om, om hier te zitten, want het is voor mij wel een bekende trein natuurlijk. Vorig jaar ben ik ook hier geweest met Excelsior. Dat was een soortgelijke wedstrijd en ja, toen, toen werd het 2-3. En nu wordt het 1-2 met ADO. Ja, dat voelt voor ons echt ongelooflijk fijn. Want het is niet makkelijk om hierheen te komen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat, ja, dat dit voetbalgevecht was van onze kant. We hebben zeker niet een fantastische wedstrijd gespeeld. Willem II had meer verdiend. Zo simpel is het ook in voetbal. Je krijgt niet altijd wat je verdient. Maar het zal me even een zorg zijn. Want ik weet als geen ander waar deze ploeg vandaan komt. En als ik zie hoe zij met elkaar, die kleedkamer, hè, want daar heb ik het dan over. Ook de jongens die wat teleurgesteld zijn omdat ze niet beginnen. Als ik zie hoe zij vanavond deze overwinning hebben gevierd met elkaar. Dan ben ik daar heel erg trots op. En dan is dat eigenlijk de kracht van de groep. En hoe het tot stand is gekomen, nogmaals, Willem II had zeker meer verdiend. Maar wij nemen de punten mee de bus in en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Want we kunnen ze keihard gebruiken. En dus zonder een analyse op los te laten, voetbal, technisch, tactisch, dat laat ik dan graag aan mijn collega. Wij nemen de punten mee en we stappen zo de bus in. En dat is heel fijn. Dankjewel. Toeschouwers.